blijf op het goede pad. Ja, dat wil ik gewoon zeggen. Is het zo simpel? Ja, eigenlijk wel. Gewoon goede mensen om je heen hebben. En hoe doe je dat dan? Op het goede pad blijven en de goede mensen om je heen verzamelen? Gewoon op school bijvoorbeeld. En gewoon weten wie goed voor je is en slecht voor je is. En op die manier blijf je weg van de negativiteit? Meestal wel. Ja, lijkt mij wel. Ja, ik persoonlijk wel. Zeker weten van positieve nieuws zijn heel belangrijk. Van wij wonen nu in een ellende. Tussen heel veel ellende nieuws overal. Dus wij kunnen ook wat positief brengen. Ja, ik heb heel positief nieuws. Wij hebben puppies gekregen. Dus corona-regels zijn eraf, dus we kunnen weer doen wat we willen. En wat is er het goede aan dat je puppies hebt? Nou, die gaan we dan verkopen. En het zijn hele lieve honden. Ja, I love my dog. Ja, nou sowieso doordat de kinderen die er zijn, die zijn gezond. En nou ja, daar zijn we natuurlijk ook allemaal al heel blij mee. Dat kan natuurlijk ook anders zijn. En van elke dag iets maken. En hoe lastig dat soms ook is. Dus heel anders dan vanochtend met die regen. Dus en dan even naar de stad en boodschappen doen. En dat is goed en positief? En dat is ook positief, ja. Dat vind ik wel. En geldt het ook voor u, mevrouw? Jazeker, hetzelfde. En gezellig er even op uit. Het is mooi weer. Even de gedachten op een ander spoor brengen. Ja, de zonnetje erbij. Hoe zonnetje mooi erbij. Is dat? En misschien straks nog op een terrasje. Komen we net weg. Vandaar het positief. Ja, want er is heel veel aan de hand in de wereld, hè? Ja, zeker. Ja, en dat is heel negatief, zeg maar. We zijn in oorlog, er is heel veel ellende, maar ik denk dat wij ons, ja, echt zoals we nu openstaan voor andere mensen uit Oekraïne en zo, dat is heel positief. Hoe we samenwerken weer, naar toch de jaren dat we corona opgesloten hebben gezeten, gaan we wel meer samenwerken om mensen te helpen. Dus dat is iets positiefs. Samenwerken, dat is het toverwoord. Ja, ik denk het wel. Dat mensen zijn meer open nu om samen te werken. Omdat ze toch hebben gezien dat als je alleen zit en je bent alleen thuis en niemand kijkt naar je om, dan heb je toch een vereenzaming. En nu, ja, mensen staan toch open nou weer voor elkaar en gaan elkaar helpen. En ik denk dat dat heel nodig is in deze tijd. Want er komt ook heel veel armoede op ons af. Dus. Ja, wij komen net terug van de notaris en wij hebben een levenstestament afgesloten voor als ons iets mocht overkomen. En u vond het nu tijd om dat te doen? Ja, precies. We hadden wel iets, maar nog niet in deze vorm. En u vindt dat zelf goed nieuws? Voor ons en voor onze kinderen wel. Ja, die weten ook waar ze aan toe zijn. Dat je geruststelt. Ja, dat is voor ons wel het nieuws. Het is een geruststellende gedachte dat u een testament heeft. Ja, dat je dat geregeld hebt en ook als je wilt onbekwaam bent, dat je dat toch geregeld is. Zouden meer mensen dat moeten doen volgens u? Nou, dat is heel persoonlijk, denk ik. Er zijn mensen die zeggen van, och, ik zie het wel als ik dood ben. Ze redden zich er maar mee. Maar wij zeiden van, dat gaan we niet doen. Het is voor ons een geruststelling. Voor ons is het echt een geruststelling. We hebben wel wat positief nieuws nodig in deze turbulente tijden, toch? Ja, dat klopt. Als we om ons heen kijken en in de wereld in het algemeen, is niet goed. Ja, ik vind het, er wordt zoveel op de man gespeeld in de politiek en ontzettend. En mensen moeten zich natuurlijk wel aan de afspraken houden. Dat kost alleen maar tijd en energie in plaats van dat je bezig bent met zaken voor de toekomst om dat op te lossen. En wie moet volgens u dan de kat de bel aanbinden en zeggen tot zover en niet verder? Dat zal de Kamer zelf moeten doen. Als de politiek of het kabinet dat zegt, dan krijg je echt zoiets vanuit de Kamer, dat bepalen wij wel. Denkt u dat de Kamer dat zal zeggen? Ik denk het niet. Er zijn partijen die leven van dit soort dingen. Daar hebben ze belang bij? Daar hebben ze belang bij. Maar voorlopig schijnt het zonnetje? Precies. U heeft op een terrasje gezeten? En u geniet van de dag. Zo is het. Ja, de zon schijnt op het moment, dus hartstikke fijn. Dat is gewoon goed nieuws. Dat is gewoon goed nieuws. Na al die regen vanmorgen is het goed, toch? Ja, zeker. In het nieuws moeten ze voor mij wel meer positief nieuws doen, vind ik. Nou, dat is een duidelijke uitspraak. Maar je krijgt natuurlijk zoveel prikkels en zoveel nieuws, wat je vroeger niet had. Dan had je misschien alleen de
in je eigen omgeving het nieuws. Ja. En dat was misschien positiever dan wat we nu allemaal te horen krijgen. Want dat is en, vaak negatief nieuws. En nu komt de hele wereld binnen in onze huiskamer. Precies, ja. Elke 5 minuten is het weer een ander nieuws. Is dat het enige verschil met vroeger? Er zal vast wel meer zijn.